Eens even kijken wat ze kunnen doen voor ons. Ja, we gaan nog eens drogen. Mogen we hem nog even? Ik wel. Oké. Okay. Hey, ja. Later. Hoi. Een hele goede middag allemaal. Welkom bij deze gloednieuwe vlog. Mijn naam is Karen Stammel van de Werf en mijn man die heet Roderick Stammel van de Werf. Het is vandaag dus precies maandag 14 september 2020 en het is nu 14:14. Hey, hoe toevallig. Yes. Nou ja, en zoals jullie zien loop ik weer lekker buiten met de hondjes. Lekker. Mag niet klagen. En ik wens jullie heel veel kijkplezier, want we gaan zo meteen weer naar de garage. Eens even kijken wat ze kunnen doen voor ons. Dus heel veel kijkplezier bij deze gloednieuwe vlog. Nou, ik zit dus weer in de auto. Roderick die komt er ook zo aan. Alleen ik mag dus Roderick zo meteen gewoon niet filmen. In verband met zijn werkkleding. En dan gaan we dus zo meteen gelijk door naar de garage. En dan ga ik even weer proberen te filmen. Even kijken of hij het dan ook weer gaat doen. En eventjes... Roderick moet sowieso die kant op rijden. En dan eens even kijken wat hij eraan kan gaan doen. Dus ja. Ik hoop dat het gewoon de... Ja, hoe heet dat? Ja, kom er niet op. En de sensor kapot is. Dat ik dus gewoon zo meteen weer maar lekker mag filmen, vloggen. Ja, en ik ben er gewoon nog moe. Kun je ook wel zien aan mijn balletjes, een beetje. Het is al wel minder, maar gisteravond was heel erg.
1.0. Top, dank helemaal je. Goed. Nou, leuk joh, hey. Dus, ja. Heb je anders wel even gaan een mail? Ja, is goed. Straks misschien niet. Maar als je nou een keer zegt, ik heb een heel leuk idee voor je. Ja, is goed. Dat is voor mij, dat ben ik natuurlijk. Ja. En dan stuur me gewoon dat even mail. Ja, doe ik. Dan kan ik even rustig naar kijken. Is goed, ja? Gaan we doen, schat. Dave, heet hij. Nou moet even mijn raam dus ook dicht. Heb je wel eens gehoord van Jeffrey Huff? Nee, nog niet. Oké, okay, dat is wel mijn BN'ersje. Oké. Maar die hebben jullie nu ook, doet hij dat met muziek, zeg maar. Okay. Die helpt ook altijd, dus ik heb gezegd, die zou ik even inderdaad terug voor je uitdelen. Oké. Okay. Top, helemaal goed. Ziet eruit. Yes. En anders wat je kan doen, dat is gewoon even dit even over en over de... Nee, hier overheen neerleggen, want dan blijft dat berg goed, weet je. Want dit is toch mechanisch. Ja, oké. Okay. Nee, dat het hier van binnen lekker, zei hij. Ja, nou ja, en een beetje. Nou, en anders het gewoon... Heb snel reageren. Juist. Kijk, hij is nu lekker bezig. Hij is nou even aan het schoonmaken. Oh, dan moet ik even mijn buikje houden. Hey, mag ik jou er ook gewoon opzetten? Natuurlijk. Ja, oké, okay, kijk. Dat is Steef. Die is alles even aan het schoonmaken. Ja, ik vind het wel leuk hoor. Kijk, het is een primeur. Kijk, zo, hard gereed. Zo, wat een schone. Zo, maak mooi schoon. Kijk. Dat is ook even goed voor de auto. Hè? Wat? Lekker een grote vlies doen. Ja. Zo. Hè, zo. En dat is? En dat voor de velgen. Ah, voor de velgen. Dus als je net dus je naar vroeg wil graag extra de velgen hebben, ja. Dan ben je dan ga ik nu even doen. Toppie. Het draait wel lekker trouwens. Hier komen ze naar later naar binnen. Ja. Oh, oké. Even naar binnen. Lekker schoon. Leuk hè? Oké, dan gaat het niet regen. Dat is handig. Waarom kun je dat dan niet op en op met de antenne doen dan? Oh nee, dat kan niet, want hij is te, denk het, denk te smal. Nou, gaat hij helemaal naar achteren? Ja, ook maar even doen. Nou, en er is ook alweer iemand die anders ook door de wasstraat heen wil. Nou, maar dit is dus onze liefdallige Dave.
Ja, je mag rijden. Je mag rijden. Even wat meer vaat. Yes. Hij zegt zelf al ho. Ho. Handrem? Ja, handrem. Yo. Alles goed dicht, ja. Ja, dat is zo raar, hè? Want die andere was natuurlijk niet op de handrem zetten en is er vrij. Even gordel even los, lekker even. Ja, die staat nou tot stil. Het regent. Wat? Leuk hè, dit hè, lief? Ja. Dat is weer wat anders, hè? Nee, maar nu krijgt hij ook dus onder een spoelbeurt. Ik zie niks meer. Nee, help. Nee hoor. Kijk, en dan gaat deze dus deze kant op. Ja. Oké. In Rotterdam was dat je auto door de wasstraat getrokken werd. Ik heb heel... Nee, dat maakt niet uit. Maakt niet uit. Nou, gaat hij weer de andere kant op? Gaat hij weer deze kant op? Kijk, want nu klapt hij weer in. Nee. Valt ook mee. Waarschijnlijk nog een droogbeurt, maar ja, waarschijnlijk wel. Weet ik nog niet zo zeker. Ja, maar we gaan nog eens drogen. De belasting zit erachteraan. Hè? Huh? De belasting zit erachteraan. Ja. Het is wel leuk hè, zo even lief. En dan gaat hij weer terug. Maakt het nog droog met een doek. Wauw, wauw, wauw.
Want hij moet dat er nog even allemaal toch vanaf halen. Ja. Kijk. Zo moet dan even buiten eventjes rustig de spiegels erop doen. Want hij haalde hem er vanaf en had je dus eigenlijk niet moeten doen. Nu is het weer helemaal niet uit. Wat een vieze zooi. Nou. Ja, dat zeg ik al de hele tijd. Hij was zo vies. Wat denk jij dan? Ik denk helemaal niks. En nou kan je dus wel weer even jouw antenne eraf uit. Nee, gewoon je antenne. Gewoon even open doen. Nee, gewoon je deur open. Ja, maar een momentje. Nee. Dat kun je gelijk nu al doen hoor. Ja. Gewoon even open. Yes? Ja. Zo. Mogen we nog even? Ik wel. Oké. Okay. Ja. Hey, later. Sorry. Heb je nog een stofzuigermuntje? Oh, ja, sorry. Heb je nog een stofzuigermuntje? Natuurlijk. Alsjeblieft. Dankjewel. Hey, yes. Top. Dank je. Hoi, hoi. Mijn god. Gek. En de tram, die rijdt nog niet, hè? Die, en die gaat pas vanaf... eind oktober, toch? De tram? Ze gaan dus nu ook boven bezig met het dak. Van school zijn. Zo dan! Goed dan. Die was wel heel vluchtig, maar ik heb hem er wel op. Ja, maar hier komt gewoon een voetpad en een fietspad langs ook, hè? Ja, lieverd. Ik kan niks van zien. Nee, nu wel. Dat is een inkijkhaven. Het fietspad is ook helemaal een stuk doorgetrokken alvast. Ja. En de Hema die gaat ook binnenkort open. Wat zei tante Gerry? Ja, maar Hema en die komt niet meer. Oh nee, ja echt wel. Die maakt hier gewoon een vette doorstad. De grote... Ja, ren je met je Toyota Auris. Auris weet ik het. Oh. Ik laat me schrikken. Wat nou weer? Hoor, omdat je me liet schrikken. Ja, dat is zo. Zo, kijk eens aan. Mooi schoon, hè? Het glimt erover. Nee, dat is niet helemaal, maar dat maakt niet uit. Het is wel schoner dan wat het was. Moet je kijken hoe mooi. Wauw. Ja, wauw. Heel mooi. En dit was de vlog. Ja, precies. Dat was leuk. Hè? Was even leuk. Ja. Nou, ik wil jullie gewoon bedanken voor het kijken naar deze vlog. Ja. Vind je deze vlog nou leuk? Ik zou zeggen, doe het riedeltje. Abonneren. Belletje aan. Duimpje omhoog. En laat er een leuke reactie achter. En dan zie ik jullie gewoon graag morgen weer terug bij een gloednieuwe vlog. Hey. Dikke tuut op je snuit. En tot morgen. Doei!